Welkom bij het nieuwe SGP Weekjournaal. Heeft Nederland meer tanks of hebben we meer ministers? En wat voor smoesjes gaan er rond om de motie om de 2G-wetgeving in te trekken, maar niet te hoeven steunen? Welke vraag stelde Stoffer aan D66-Kamerlid Pater Notte van vader tot vader? En hoe is het abortusdebat afgelopen? We praten u heel graag bij over het politieke nieuws van de afgelopen week. Ja, in dit journaal beginnen we met 2G, want daar was de afgelopen week veel over te doen. Vorige week kon u in het SGP Weekjournaal zien dat Kees van der Staaij mede namens Pieter Omtzigt een motie indiende om de 2G-wet in te trekken. De regering liet de Tweede Kamer afgelopen dinsdag weten dat ze het wetsvoorstel nog even aanhouden. En dat betekent dat het wetsvoorstel niet op korte termijn in de Tweede Kamer besproken zal worden. En daarmee wordt het dus eigenlijk nog eventjes in de ijskast gezet. Voor de SGP gaat dat niet ver genoeg. Wij zien het wetsvoorstel liever definitief in de prullenbak verdwijnen. Wat zijn eigenlijk uw grootste bezwaren tegen 2G-beleid? Nou, wat we zien is dat het aan de ene kant heel weinig toevoegt aan de bestrijding van het virus. Het blijkt eigenlijk heel dun te zijn. Zo zien we ook in rapporten wat het echt bijdraagt in het tegenhouden van het virus. Ook mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen uiteindelijk ook deze nieuwe variant wel krijgen. En aan de andere kant sluit het heel veel mensen echt uit. Je moest eens weten hoeveel telefoontjes wij ook krijgen van mensen of berichtjes. Die zeggen van, joh, ik heb echt bezwaren tegen vaccinatie. Of ik durf het medisch niet aan. Alsjeblieft zorg dat ik wel mag mee blijven doen aan de samenleving. En ja, die combinatie van het helpt weinig, het schaadt een aantal mensen heel erg. Die maken ons echt tot een overtuigd tegenstander van dit hele 2G-gebeuren. En overigens zeg ik er een één adem bij. Wij willen ook liever vandaag dan morgen stoppen met die coronapas. Hè? Ook met 3G heb je gelukkig nog de escape, de uitweg van het kunnen testen. Dus het is niet de gewetensnood die het mensen brengt van 2G. Als je ook bezwaren hebt tegen vaccineren en niet genezen bent. Je kan ook nog testen. Maar ook daarvoor geldt dat het natuurlijk wel behoorlijk belastend is. Dat je niet even het wet laat en je wilde dat wegrestaurantje in. En dat kan niet, want je moet eerst je nog laten testen, zeg maar. Dus het is wel echt hinderlijk, bezwaarlijk voor veel mensen. Ook dat hele 3G gebeuren, die hele coronapas. Terwijl ook daarvoor geldt dat het weinig toevoegt aan het tegenhouden van het virus. En daarom zeggen wij ook, stop met die coronapas en begin alsjeblieft niet aan 2G. Ja, begin niet met 2G, zegt u heel duidelijk tegen de regering. U hebt ook mede namens Pieter Omtzigt een motie daarom ingediend die oproept om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. U hebt zelfs gevraagd om een hoofdelijke stemming daarbij. Wat betekent dat en waarom? Hoofdelijke stemming betekent dat ieder persoonlijk ja of nee moet zeggen. Voor of tegen moet zeggen tegen deze motie. En dat doe je om het belang van het onderwerp te onderstrepen, maar ook omdat je weet dat het nog wel eens spannend kan zijn hoe het uitpakt. Op dit moment weet ik niet hoe die stemming uitpakt. Hoe met name PvdA, Volt zich zullen opstellen. En dat is wel van belang voor een meerderheid tegen 2G en dus voor deze motie. En daarom dacht ik, nou, dan is het ook van belang om dat hoofdelijk te doen. Volgende week donderdag wordt er dus hoofdelijk gestemd over de 2G-motie van Kees van der Staaij en Pieter Omtzigt. En een hoofdelijke stemming is wel bijzonder, want normaal stemmen Kamerleden voor een hele fractie. Maar bij een hoofdelijke stemming werkt dat iets anders. Elk Kamerlid wordt dan afzonderlijk naar de Tweede Kamer geroepen om voor of tegen een motie te stemmen. Dus collega-Kamerleden van dezelfde fractie hebben dan de mogelijkheid om of voor of tegen te stemmen. Ja, en zo'n hoofdelijke stemming is er donderdag ook over het afschaffen van de beraadtermijn bij abortus. VVD, D66, PvdA en GroenLinks hadden daar een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend. En we houden u natuurlijk graag op de hoogte van de afloop van deze beide hoofdelijke stemmingen, die ook voor de SGP best belangrijk zijn. Dan gaan we kijken nog naar een fragment uit het abortusdebat, waarbij Jan Pater Notte begon over vaderschap en daarmee een gevoelige snaar raakte bij Chris Stoffer. Wij willen de beoordeling van de vraag of die noodsituatie er is uiteindelijk aan de vrouw laten. En eerlijk gezegd denk ik ook dat ook mij als man wat dat betreft enige terughoudendheid past in daarover praten. Ik denk dat dat een heel persoonlijke keuze is. Ik zal zelf nooit voor die keuze staan. En ik vind het wel heel erg belangrijk dat wij inderdaad die keuze aan de vrouw laten. Wordt het bij mij weer een snaar geraakt toen de heer Pater Notte sprak over terughoudendheid. Dat het een situatie is die een vrouw aangaat die hij nooit mee zal maken. Ik hoop dat hij nooit mee zal maken.
Maar is de heer Paternotte met mij eens dat het vaderschap in deze ook essentieel is? En wil hij met mij het hiermee eens zijn dat we zeggen, ook een vader, of dat nu is vanaf de conceptie of waar dan ook het leven van een kind, die rol essentieel is en dat we dat in ieder geval hier in die politiek uit moeten dragen, dat niet alleen moeders een verantwoordelijkheid nemen in deze en verderop, maar ook vaders. En dan kijk ik hem aan als vader tegen vader, voorzitter. De heer Paternotte. Voorzitter, ik vind dat de keuze aan de vrouw is, maar dat de rol van de vader daarbij die keuze ook een rol kan spelen, dat is ontegenzeggelijk waar. Want inderdaad, een vrouw maakt die keuze, wetende dat een vader zijn verantwoordelijkheid ook niet kan ontlopen. Aan het einde van zijn tweede termijn blikte Christoffer terug op de manier waarop het debat over abortus is gevoerd in de Tweede Kamer. En hij sloot daarbij af met een gebed. Ja, voorzitter, tot slot, tot afronding. Ik denk dat mevrouw Kuiken het in de beantwoording vanuit de initiatiefnemers treffend heeft verwoord. Dit is een ideologisch debat. En laat ik ook zeggen, op een respectvolle manier hebben we elkaar kunnen constateren dat we diametraal tegenover elkaar staan. Initiatiefnemers en ik vanuit de SGP. En voorzitter, dat doet pijn. Want als christen beleid ik dat God het leven geeft en het leven neemt. En dan doet dit wetsvoorstel mij en velen in het land ook pijn. Maar voorzitter, daar eindig ik niet mee. Want die God waar ik over spreek, die geeft ons een heel belangrijk iets mee als christenen in de gereedschapskist, namelijk het gebed. En voorzitter, ik zou willen eindigen met het volgende, dat ik God vraag om zich te ontfermen over ons, over die kwetsbare vrouwen waar we hier over spreken, en of hij zich ook wil ontfermen over dat ongeboren leven waar we ook over hebben gesproken. Dank u wel. Als u de bijdrage van Christoffer aan de eerste termijn van dit debat wilt zien, kunt u deze uiteraard terugvinden op ons YouTube-kanaal. En de link naar de video staat ook in de beschrijving onder deze video. Dan gaan we door naar Oekraïne. Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer over het conflict tussen Rusland en tussen Oekraïne. En deze week reisden minister-president Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra af naar Kiev om daar te praten over eventuele militaire steun van Nederland. En in het SGP-weekjournaal van vorige week vertelden we ook al dat Kees van der Staaij eerder was afgereisd naar Kiev, maar dan om een heel andere reden. En hij begon zijn debatbijdrage gisteravond daarom als volgt. Gaat gaan. Mevrouw de voorzitter, vorige week was ik ook in Kiev. Nee, niet om de Russen voor de laatste keer te waarschuwen of om Oekraïne wapentuig te beloven, dat is allemaal niet aan mij. Ik was er als Nederlands volksvertegenwoordiger samen met opperrabijn Jacobs voor een heel ander doel, het herdenken van de Holocaust. Een Holocaust die in Kiev op een gruwelijke manier gezicht kreeg door kogels, massa-executie. 1941 werden door de nazi's in 2 dagen tijd bijna 34.000 Joden meedogenloos openlijk neergeschoten bij de ravijn Babi Yar. Een verschrikkelijk bloedbad. Zoals toen over de dode lichamen letterlijk zand erover het devies was, zo ging het ook in de Sovjet-Unie daarna, in figuurlijke zin. Het werd doodgezwegen hoe de complete Joodse bevolking van Kiev was uitgemoord. Een overlevende vertelde vorige week hoe hij er ook 60 jaar over gezwegen had. Als hij erover zou spreken, zou immers ook duidelijk worden dat hij Joods was. Het geeft aan hoe geschiedenis ertoe doet, hoe we moeten blijven strijden tegen het kwaad, ook het kwaad van het antisemitisme. Maar ook hoe het al te makkelijk is de wereld om ons heen zwart-wit in te delen, in helden en schurken, in goede en foute landen. Ik moest denken aan een citaat van de Russische schrijver en Nobelprijswinnaar Alexander Solzhenitsyn. De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt niet tussen rassen, klassen, landen en volken, maar dwars door ieder mensenhart. Zoals gezegd spraken Rutte en Hoekstra met president Zelensky over mogelijke militaire steun aan Oekraïne. En Kees van der Staaij maakte daarbij een voorstelling over hoe dat gesprek verlopen zou kunnen zijn. Voorzitter, minister-president Rutte en minister Hoekstra waren deze week in Kiev. Hebben onder andere met president Zelensky gesproken. En ik vroeg me af, als het gaat om de militaire ondersteuning, wat zouden zij eigenlijk kunnen bieden? Gezien de stand
van onze, de staats, van onze krijgsmacht, kan dat toch eigenlijk nooit veel geweest zijn. Ik was er niet bij, maar ik weet niet hoe het gesprek gelopen is, maar het had zomaar zo kunnen gaan. Beste president, om eerlijk te zijn, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben wij in een overwinningsroes onze krijgsmacht uitgekleed en uitgewoond. Door de bezetting van de Krim zijn we ons langzaamaan de schellen van de ogen gevallen en ziet het kabinet in dat we echt meer moeten investeren in onze defensie. Op dit moment echter, om eerlijk te zijn, hebben wij in Nederland meer ministers dan tanks. Ja, Nederland heeft onderhand dus meer ministers dan tanks. Iets waar de SGP bepaald niet over te spreken is. Want in de afgelopen jaren hebben wij juist heel vaak gepleit voor forse extra investeringen in onze krijgsmacht. Wilt u daar video's over zien, dan kunt u die vinden op ons YouTube-kanaal, waar ook de volledige bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat over Oekraïne en Rusland van gisteravond ook op terug te vinden is. Ja, en dus daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit journaal. En volgende week hopen we er natuurlijk weer te zijn. En ik kan u alvast verklappen dat we dan gaan stilstaan bij een bijzonder moment uit de geschiedenis van de SGP. Iets wat volgende week precies 100 jaar geleden plaatsvond. Ja, als u nou een idee hebt waar Danielle op doelt, waar zij op hint, laat het dan gerust weten in een reactie onder de video. We zijn heel erg benieuwd. Ja, waardeert u dit journaal? Doe dan een duimpje omhoog onder deze video. En abonneert u ook op ons kanaal om op de hoogte te blijven. We hopen tot volgende week en wensen u voor nu nog een fijne avond. Natuurlijk ook alvast een mooie zaterdag en een gezegende zondag.